Energie besparen, verduurzamen en bespaartips. Zaken waar veel mensen vragen over hebben, maar hoe krijg je antwoord op die vragen? Piet ging op zoek naar antwoorden om zijn jaren 30 huis te verduurzamen. Ja, ik ben Piet Hartman en dit is mijn huis van de Buitendijk. Rand van de Biesbos, gebouwd 1930. Nou, tijd voor energiebewustwording. Hi, ik ben Maaike Wolfs en ik kom hier bij Piet kijken naar zijn huis om te bekijken wat we aan duurzame energie hier kunnen doen. Bedankt dat we hier mogen zijn. Ik ga je helpen om je woning te verduurzamen en te kijken welke mogelijkheden jouw huis heeft. Eerste vraag is eigenlijk een beetje, wat was de beginsituatie toen je hier kwam? Ja, 30 mm-hmm. geleden hebben we het aangepakt. En dubbel glas is erin gedaan. Beneden in elk geval. Er is een binnenmuur tegenaan gekomen met glaswol. Met isolatie. Het was een steensmuur. Ja. Dus geen isolatie. Verder. Een binnenmuur is er tegenaan geplakt met glaswol. En we hebben hier een nieuwe vloer ingegooid. Het was een houten vloer en met vloerverwarming. En met een laag isolatie eronder of iets? Laag isolatie, dat gebeurde toen ook al, maar ja, toen was het nog lang niet zo aan de orde. Ja. Energie als nu. Nee. Toen kenden ze het woord energie nog niet, een tijdje geleden toch? Ja, herkenbaar. Maaike is energiecoach. Bij het duurzaamheidsloket van de gemeente Altena kunt u een energiecoach aanvragen die bij u thuis langskomt voor een adviesgesprek. Onze strategie is om eerst te kijken, eerst te inventariseren met wat zijn de wensen, wat zijn de ambities, hoe ver wil je gaan. Maar er hoort ook een stukje financiën bij, hoeveel geld heb je beschikbaar. En vervolgens gaan we een rondje door de woning maken met wat zijn mogelijkheden, wat zijn kansen, wat zijn slimme zetten, welke staan op één, welke zouden als laatste kunnen. Maar je gaat zoeken naar de beste mogelijkheden. Als iedereen zijn huis beter isoleert en stroom opwekt en zo, dan zetten we weer een stap in de goede richting. Als energiecoach ga je kijken naar de woning, wat de mogelijkheden zijn, dus bouwkundig, maar ook een stukje financieel. Dus wat is de terugverdientijd en wat is gunstig om in een woning te doen aan verduurzamingsacties. Nou, dan zijn we hier boven. Ik zie hier in elk geval enkel glas. Ja. En ik kijk hier tegen het oude dakbeschot aan, denk ik. Kun je vertellen wat jullie hier toen hebben gedaan? Nou, we hebben boven ook geïsoleerd, de binnenkant van de steensmuur. Hè. Hebben dus, dit glaswol tussen en hier zit dus volgens mij gipsplaat. Ja. Een beetje afgetimmerd. Dus dit gaat allemaal nog best aardig. Vervolgens hebben we dus die Tempex-platen tegen het dakbeschot aangeslagen, dus maar 5 centimeter. Mm-hmm. Eigenlijk gewoon te weinig, maar voor toen de tijd was dat voor al... Toen is dat, heb je al geïsoleerd, heb je al iets gedaan. Ja, zeker. En nu geef je aan dat je daar wel wat kouder kunt voelen als het hard stormt. En, ja, dat insinueert eigenlijk wel dat het niet luchtdicht is. Zoals we nu huidige tijd bouwen, echt luchtdicht, dubbele kierdichting. Maar ja, maar als ik maar 3 keer per jaar stormt, denk ik dan wel of niet. Ja. Ja, maar aan de andere kant, 3 keer per jaar voel je het. Maar andere dagen van het jaar komt het er dus ook doorheen. Alleen is het niet zo heftig. Nee, want wij staan hier vol op de wind. Ja. Ja. Noordoostenwind of oostenstorm of zo zitten wij volop. Dus dan. Ik zie hier eigenlijk 2 mogelijkheden. Aan de ene kant je kierrichting bekijken. Dus dan zou ik denken aan in elk geval deze naden verder afwerken. Of je dak en je randaansluiting. Waarmee je die naden afwerken dan? Met alles wat je tegen zou kunnen komen. Dus bij wijze van spreken met kit of met tochtband of met dat soort zaken. Maar in elk geval afsluiten. En optie 2, die is wel wat drastischer, is hier nog isolatie aanbrengen aan de binnenzijde. Ja, nog meer isolatie. Daarmee kun je de goede aansluiting maken, kun je het goed tegen elkaar aanpakken. Ja. En heb je een dikkere laag waardoor de warmte binnen blijft. Ja, nou is het maar 5 centimeter. Hè? En dan wordt het dikker, want dan zou je mooi je hele dak kunnen dichtzetten. Maar voordat ik dat zou doen, zou ik beginnen met enkel glas. Dubbel glas hierin? Ja. Ja. Je woning is een doos, wat mij betreft. En beneden isoleren heel veel mensen heel goed. Je muren worden doorgetrokken. Enkel glas wordt vervangen door dubbelglas. Maar hierboven, warmte stijgt op. En warmte komt dus ook boven en gaat dus ook via deze ramen naar buiten. Is het vaak dat ramen openstaan, maar die staan niet 100% altijd open. En op het moment dat dus warmte van beneden naar boven komt, lekt het weg en ben je beneden aan het stoken voor de mussen buiten.
Wat mij betreft moet je beginnen met het isoleren van je woning. Zorg dat dat gas binnen blijft en ga vervolgens kijken hoe kan ik elektra verminderen, hoe kan ik eventueel zelf gaan opwekken. Mijn huis is redelijk geïsoleerd, maar gezien de moderne maatstaven lang niet genoeg natuurlijk. De energiecoach kan ook de mogelijkheden rondom eigen energieopwekken bekijken, zoals bijvoorbeeld zonnepanelen. Maar waar zijn de zonnepanelen op Piet zijn dak? Zonnepanelen, ik zie ze niet liggen. Ben je die van plan? Wat ga je daarmee doen? Ja, ik ben het al een tijdje van plan en ik heb ook eens even uitgezocht van hoeveel panelen kan ik erop kwijt op de achterkant dan. Ja, maar dat betekent ook dat ik een boom moet omzagen, misschien wel twee bomen, want de zon die komt erop. Ja. En er kunnen geloof ik maar 6 zonnepanelen op, dus toen dacht ik van nou, ik heb er toch 10-12 nodig. Ja. Kwam Justin Leemans en Hank, die kwam aan bod. Ja. Ik heb nou ingeschreven voor zonnepanelen bij de boer. Ik hoop dat dat doorgaat. 10 zonnepanelen, denk ik. Het rendement is wat minder natuurlijk dan op je eigen dak. Maar dat vind ik niet belangrijk, joh. Na het bekijken van de oplossingen in en rondom het huis kan er een home dossier worden opgesteld. Het eerste home dossier van Altena en dat voor Piet zijn huis. Het home dossier is een rapportage waarin staat jouw feitelijke situatie. Dus gewoon de feiten, het adres, dat het een vrijstaande woning is, het bouwjaar, hoe groot het is. Daarin hebben we ook wat gebruiksgegevens opgenomen, dus met hoeveel personen je hier woont, op welke temperatuur de thermostaat staat, hoeveel kilowattuur is verbruikt, hoeveel gas, alles, eigenlijk alle informatie om een plaatje te kunnen maken. Vervolgens staan daar ook maatregelen in genoemd. Bijvoorbeeld is kierdichting een mogelijkheid. Daarin geven we een kostenindicatie aan en daarin geven we ook een indicatie wat je daar per jaar mee terugverdient. We kunnen die prioriteren, dus we kunnen ook aangeven van nou, die is interessant en die is niet interessant. Op die manier kun je voor jezelf een budgettering maken voor de komende jaren. En daarmee dus je woning in de tijd steeds een stapje duurzamer maken. Moderniseren. Ja. Maaike, bedankt voor je advies. Heel graag gedaan. Succes, hou de contact en zorg dat het warm te binnen blijft. Doe mijn best. Oké, doei. Heeft u ook interesse in een gesprek met een energiecoach? Kijk dan op duurzaamheidsloketaltena.nl. Het duurzaamheidsloket is een initiatief van de gemeente Altena. Hoe dan ook gaat Piet een duurzame toekomst tegemoet, zowel in zijn huis als op zijn eigen manier. Nou, met deze takken ga ik naar de Amercentrale om de biomassa bij te laden. Omdat de Amercentrale blijft draaien. Maar wat mij betreft was die morgen dicht.